Het zou voor het eerst in de historie van Harkemase Boys wezen dat ze een periode pakken kennen in de haardklasse. Maar wat betekent dat nou voor de club? Ja, als bestuur is dat, vinden we dat verschrikkelijk gewichtig. Want pakt Joert inderdaad die periodetitel, dan spelen ze volgend seizoen in die Amstel Cup. En ja, sportief zien voor de jongens is dat fantastisch. Maar als vereniging houdt het een stukje garage voor een geweldig stuk inkomsten. En dan naar de wedstrijd. Het is dadelijk van het begin al Harkemase Boys dat druk zet op het doel van Genemuiden. Want een betierde goal, dat jouwt vanzelfs rest in de ploeg. Maar het eerste kansje giet de krek net in. Even letter dan. Lutsen Hogenberg. Die kan goed terugzetten onder de achterkant. Tony Albeda vreegt om de bal. Maar Sander Hartman bij de eerste peel. Maar met het hakje giet krek Njonken. Sander Hartman, verliende weken scoorde er nog 2 keer. Op een eigen Harkemase Boys. Tony Albeda, schermt de bal goed hoor. Sander Hartman, maar links. Oh, schitterend! Sander Hartman, wat doet dat mooi, jongen. 1-0. En Harkemase Boys had die betiede goal. Hij laat hem keurig delven van zijn linkervoetje. En daar, keeper Albert Vlier kansleers. Sander Hartman, hij scoort op een ei. En Harkemase Boys bloot de betere ploeg. En houdt die druk heeg. Lutsen Hogenberg. Op een ei de voorzet. En daar Sander Hartman. Maar nu kapt er Njonken. Dat hier misschien beter kan. En Harkemase Boys liet geen hem uit een ijsnet voetballen. Hier is het op een nieuw Harkemase Boys voor Jochs. Komt de facet. En Sander Hartman. Maar nu is Albert Vlier wat te plak. Sander Hartman, hij is gevaarlijk, Joetje. Even letter op een nieuw. Dezelfde Sander Hartman. En dat is een overtreding. En een gele kaart. Gele kaart voor Arjan Kalk van Genemuiden. Even letter. Wie het Kuipers die kleren om die bal te nemen. Maar zoals wat er in het murken gebeurt. Gerry van der Bos. Hij krijgt een troken. En deelt een kop uit. En krijgt reet. Net al te handig van Gerry van der Bos. Want de Harkemase Boys met Tsjeeman verder. Loet oer de vrije kop. Wie het Kuipers. In de morgen. Alvin Kooistra. Maar die shot heen hoor. Alvin Kooistra. Hier misschien meer in zitten. Genemuiden, nou maar het zie je man. Misschien het meer onder de druk waar te komen. En dat smiet hier een hoekschop op. Komt die hoekschop. Edwin meneer, bij de omhaal. Maar die zie ik het doel te heeg. En zij bloedt het gewoon in de eerste helte 1-0. En dan in de tweede helte. Dan komt bij Genemuiden William Kattenberg in het veld. Hij is een extra aanvaller. En dus moet er meer druk komen op een goal voor Harkemase Boys. Maar er komt meer rondte van de boys en daar kan ze van profiteren. Hier is het Sander Hartman. Die shot Tony Albeda in. En Tony Albeda maakt dat schitterend door. 2-0. 3 minuten in de tweede helft. En dan stiert Harkemase Boys er heel florissant voor. Sander Hartman. Hij heeft een schitterende paas op Tony Albeda. En die maakt het schitterend door. Zijn 5e van de Harkemase Boys in de competitie. En 2-0. Even letter dan, een hoekschop van Genemuiden. Daar komt er, de bal wordt inbracht. Anton Elsga stompt de bal voort. Komt hij op een ei van de goal. En daar staat invaller William Kattenberg. En zo is het samenwerk, 2-1 en Genemuiden weer om in de wedstrijd. De bal wordt op een ei inbracht. En William Kattenberg, hij krijgt hem op een knibbel. Maar hij telt wel, 2-1. En Anton Elsga, hij baalt. En Genemuiden heeft nodig uit te pakken. En brengt op een einde bal in aanval. Nou wordt de rechterkant. Komt de facet. En daar. Oeh, Anton Elsinga. Schitterende reactie op die kopbal. De kopbal van Robert van Dijk. Maar Anton Elsinga is een goede keeper en dat bewijst er hier. Maar door de druk van Genemuiden. Het ziet er echt rond. En die rondte maakt Harkemase Boys benutten. Tony Albeda. De paas op Alvin Kooistra. Ken die erbij? Ja, die kind erbij. En Tony Albeda heeft het al schoen. Je wilt de 3-1 maken. En Harkemase Boys heeft de wedstrijd in de knip. 3-1 met Tsjeeman. Fantastisch. Het paasje van Tony Albeda. Alvin Kooistra die erin loopt. En 3-1. De wedstrijd beslist. En van het eerst pakt Harkemase Boys een periode. En wordt koprinder in de haardklasse C. Ja, we staan, ja, ik weet niet wat die anderen gespeeld hebben. Hoor, dus ik weet, maar ja, de bloemen werden uitgereikt. Dus ik denk dat VVOG Putten gelijk gespeeld heeft. Dus ja, dat is hartstikke lekker. En dat smaakt het naar meer, neem ik aan.
Ja, je moet van week tot week bekijken. Het gaat nu hartstikke goed. Ja, je moet niet te ver vooruit kijken. Dan kun je alleen maar eigenlijk in een dipje komen. Maar ja, gewoon zo doorgaan. Het gaat nu lekker en we staan bovenaan en zo lang mogelijk vasthouden.